Na NEC staat FC Groningen komende zondag opnieuw een uitwedstrijd te wachten. Nummer 6 Feyenoord is de tegenstander van de twee plaats lagerstaande FC Groningen. Bij FC Groningen ontbreken Jonas Ivens, Kees Kwakman en Lorenzo Burnett op de vrijdagochtendtraining vanwege blessures. In de ochtendmist wordt niet duidelijk wie er komende zondag gaan spelen bij FC Groningen. Eén ding is wel zeker, FC Groningen is iets van plan in Rotterdam. We train on details, but I don't want to say it in TV. If they look, so they know what we're going to do. But we have a plan and we're going to do our best to win the game. We hebben zeker een plan en ja, dan gaan we hard voor werken om zondag uit te voeren. Als Burnett zondag niet fit is, dan is de kans groot dat Emil Johansson zondag begint als linksback. Het is dan de eerste keer dit seizoen dat Johansson begint als basisspeler bij FC Groningen. Eindelijk lijkt de zweet verlost te zijn van blessures. It's good now and been training the whole week and no pain, still no pain and I've been playing a couple of games with young Groningen and felt okay there, so now I hope I will do a good game. Ja, kun je vanaf het begin spelen zondag? I hope that and if I get the chance I would do my best to give Groningen a win. Met Virgil van Dijk kijken we nog even terug, want hij was lange tijd een vaste waarde achterin, maar begon vorige week tegen NEC op de bank. Ja, ik ben natuurlijk teleurgesteld en ja, daar zit je dan even mee. Maar de dag daarna ben je gewoon professioneel en wil je 100% geven als je erin komt. Dus, ja, dat heb ik gewoon gedaan. En we zullen zien of dat zondag genoeg is voor een basisplaats. Aan het einde van de vrijdagtraining zien we iets wat we nog niet vaak hebben gezien. Een ontevreden en enigszins geagiteerde Pieter Huistra die zijn spelers op scherp zet. Ja, yeah, but if you do mistakes, then he has to go in and tell us what we do wrong. And so that's no problem. That's normal. That's only good. Yeah. That's maybe what the team needs. Yeah, maybe. And as I said, if something's wrong, then he has the right to be angry. And it's no problem. We can take it.